Regen en veel wind aan de Spanjaardslaan in Haarlem, waar Koninklijke HFC de kampioenswedstrijd tegen Hollandia speelt. Koninklijke HFC op sterkte, de ploeg van Pieter Mulders. En sterk uit de startblokken, want dit is in de 8e minuut de kopbal van Gert-Jan Tamires. Scheelt niet heel veel voor de oud-prof van onder meer Heracles Haarlem en NAC Breda. Zijn vierde optreden in de basis, lang uit de roulatie geweest vanwege een Achillespeesblessure. Na een kwartier spelen, de vrije trap van Giorgio Bergkleef en die wordt niet lekker verwerkt achterin. Wat heet? Bij het uitverdedigen gaat de bal tegen het scheenbeen van Martijn John Anouk en is het raak 1-0. Eerste keeper Frank Mol is ziek. Hij wordt vervangen door Jannes Biskanter bij Hollandia. En er wordt niet adequaat ingegrepen en John Anouk scoort maar weer eens zijn 21ste van het seizoen. Flink opsteker voor Pieter Mulders zo vroeg in de wedstrijd. Hollandia vorig jaar gedegradeerd uit de topklasse. Nog altijd onder leiding van Ron van der Gracht, die ook volgend seizoen de trainer is. En nog met Calvin Robert, de spits, in een kansrijke situatie. Maar de redding is er van Brian van der Werf. Veel jonge spelers bij Hollandia. Robert is een van de spelers die gebleven is, net als Patrick van Dijk. Maar van de rest geeft de ploeg uit Hoorn vooral de jeugd de kans. Dan valt de bal daar zomaar tussen verdediging en keeper. En John Anouk anticipeert daar uitstekend op. En straft dat weifelen bij Hollandia achterin meteen af. Kort voor rust, 2-0. En daar ziet het er toch allemaal niet al te best uit achterin bij Hollandia. Dat ook nog eens Hassan Aanzi de middenvelder mist wegens een schorsing. Het deert HFC allemaal niet. Die zitten eigenlijk al in die eerste helft op rood en verdiend, want HFC speelt goed. En zo is het halverwege tussen Koninklijke HFC en Hollandia 2-0 in de tweede helft. Giorgio Bergkleef. De vleugelspits, mooie kapbeweging en hij besluit een voorzet te geven op Tamires. Eerste helft kopte hij over, nu gaat het naast. Nog geen doelpunt voor hem. Dan John Anouk maar weer eens een keer. Goed breed gelegd, daar is Bergkleef, kapbeweging. En dit keer is er de redding van Biskanter, de jonge doelman van Hollandia. En zo krijgt HFC eigenlijk vroeg in de wedstrijd na rust alweer twee kansen om de score verder te vergroten. Maar Hollandia probeert het wel in die tweede helft. Probeert wat meer op de helft van HFC te spelen en krijgt kansen via de mee opgekomen rechtsback Thomas de Jong. En daar komt HFC toch even goed weg. John Anouk dan weer. Achter zijn man gestart en de redding van Biskanter. Anders was het nu alsnog 3-0 geweest. Aanval loopt nog door via Frederik. Maar dat heeft verder niets op voor HFC. Het blijft een lastig baasje die John Anouk aangegeven, ondanks zijn vele doelpunten, dat die Koninklijke HFC trouw blijft. Zoals heel HFC eigenlijk meegaat richting de topklasse. Opnieuw John Anouk. Balletje breed leggen en dit is vlak voor tijd een doelpunt van invaller Bart Nelis. En mochten er nog twijfels zijn, nou die waren er eigenlijk niet, dan zijn die twijfels nu definitief weg. Minuut of 7 voor tijd, 3-0 voor Koninklijke HFC. De schaal is binnen. Clublied wordt gezongen op de hoofdtribune, veel mensen daar. Beschutting gezocht tegen de regen. Zo'n 500 toeschouwers aan de Spanjaardslaan. Die krijgen nog één mooie actie te zien van wie anders dan John Anouk. Mooie beweging, keeper omspelen, hartstikke idee. 4-0 in de slotminuut. 3 doelpunten voor Martijn John Anouk en het feest wordt uitbundig gevierd. Prima afgemaakt, prima kampioenswedstrijd. Niets op aan te merken voor Koninklijke HFC. Dat kampioen wordt van de zondag hoofdklasse A en het volgende seizoen in de topklasse mag gaan proberen. Slotseconden lopen dan nog weg. Iedereen weet dat het gedaan is en dan besluit scheidsrechter de Jong voor het laatste fluiten. En dan kan het feest echt gevierd worden met de spuitende champagne. En feestvieren, dat kunnen ze wel bij Koninklijke HFC.
En dat zullen ze tot in de kleine uurtjes gaan doen.